vogels. We hebben ooit eens een opname gemaakt voor over de natuur. Dat kan ik me wel heel goed herinneren. Dat was in Schiedam, was dat? Ja. Heb je daar natuur in Schiedam? En dat vond jij helemaal niks. En nou staan we midden in een polengebied. Weliswaar aan de rand van Rokanje. We zijn op doorreis voor de mensen thuis. Een roadtrip. En we zijn een roadtrip aan het maken. En ik geniet heel van de rust. En ik heb daar, wil er toch even met jou over praten. Over die rust. Over die rust. En dat we dat eigenlijk, net in de auto hadden we het er even over. Maar dat het voor mij toch wel heel belangrijk is. Maar eigenlijk voor jou ook. Want jij wordt ook er wel een beetje, jij komt in een andere flow terecht als ik met jou praat. Als ik in de rust, onder rust ben? Ja. Ja. Dan krijg ik minder prikkels. Ik. Ja, maar dan kun je ook wel misschien iets helderder over, of iets dieper over onderwerpen gaan praten. Ik denk dat we daar een beetje, ik denk dat wij de lat een klein stukje hoger moeten gaan leggen. Ja, oké. Want als wij heel veel prikkels om ons heen hebben, dan worden we afgeleid. Nou, dan gaat het gewoon niet goed. We zijn vanmorgen in Historyland geweest. Ja. En dan werden we ook weer gestoord door fietsers en mensen met toeterende auto's die voorbij komen. Die dat dan heel erg interessant vinden dat iemand daar op staat te nemen. Ja, want dat is toch een bepaalde drempel weer. Want dat merkte ik daar wil ik met je, dat had ik ook zoiets. Dat mensen dat toch wel weer interessant vinden. Maar eigenlijk zelf niet durven. Ja. Want dat proefde ik eigenlijk vanmorgen langs de weg ook. Ik weet niet hoe jij dat voelt. Ja, mensen durfden ook. Er was ook een stel met een hond die niet langs de camera durfde. Ook zoiets. Ja. Ja, nou ja, uit respect hebben ze dat gedaan. Ook dat, ja. En, zo. En sommige mensen durven niet langs en zo. Mensen zijn bang van de camera, terwijl ze internet wordt gebombardeerd met selfies en met filmpjes op TikTok. Dat dan weer wel. Ja, maar dan misschien zie je ze twee losgeslagen idioten staan met een camera. En rood microfoons op en die staan daar een podcast op te nemen. En dat is toch wel eng, want dan ga je maar toeteren dan met een auto. Ja, misschien dat toeteren is allemaal een beetje beetje te irriteren of ja, zo. Ja, irriteren denk ik. Is dat het? Ja, hetzelfde. Volgens mij is dat hetzelfde als je bij langs de weg, als het geregend heeft en er ligt een plas. En je loopt daar tot iemand daar voor de lol dat er doorheen door die plas gaat rijden. Ik snap dat niet. Nee, maar ja, zo zijn mensen. Ik kan het. En als je dan weer zegt, zo zijn mensen. Ja, het is een raar wezen. Gisteren zat ik in een restaurant, werd me gevraagd, oh jij maakt podcasten? Nee. Ja, ik werd weer herkend natuurlijk. Die zegt, joh, hij zegt, wat verdienen jullie daarmee? Heel veel. Lol. Ik denk, ja, lol. Ja, dat geloof ik niet. Ik zeg, nou, dan ja, nee, niet. Oh, ik weet zoiets. Ja, want wat is er nou met die mensen aan de hand, Jack? Vertel me dat nou eens. Nou, dat is wel. Jij bent leraar geweest. Jij hebt economie gestudeerd. Nee, maar dat is het eerste wat mensen zeggen. Ik snap dat echt niet. Het eerste wat tegen mensen zeggen, als je iets doet. Ik heb toen wel eens toneel gespeeld. En het eerste was dan vragen, die leerlingen, wat verdien je eraan? Het is een geldmaatschappij leveren. En dat is dan weer heel leuk. Als je alleen maar dingen doet voor geld, hoe zit het dan met het vrijwilligerswerk? Dus als, dan zou er geen vrijwilligerswerk meer zijn. Want die mensen die vrijwilligerswerk doen, krijgen daar geen geld voor. Dus als die zeggen van ik doe het alleen maar voor geld, dan stort denk ik half Nederland in. Dus het is een moed-economie waar we nu in zitten. Is dat een beetje dan? Ja, ik denk dat we gedreven zijn door het geld. Vroeger heb ik een baan gekozen die ik leuk vind om te doen. Maar tegenwoordig zitten mensen alleen maar te kijken welke baan verdien ik het meeste geld voor. En dat ga ik doen. Nou, of je het werk leuk vindt of niet. En podcast maken, dit doen wij omdat we het leuk vinden. Niet omdat het moet. Nee, voor de lol. Want stel je voor dat je hier zou moeten staan omdat het moet. Dan ben ik gauw klaar hoor. Nou ja, dat verhaal heb je dus nou met RTL en SBS6 en meer van die zenders. Dan word je als bekende Nederlander of als je wordt dan onder contract gezet. Nou, dan ben je onder contract. Dan krijg je een leuk salaris. En dan zeggen ze ineens, ik heb een leuk programma voor je. En dan moet je dat gaan doen. En dan zie je ook dat af en toe dat er geen enthousiasme in zit. Tot ze het doen. Maar waar gaat het nou mis dan, Dick? Geld. Het blijft nog steeds geld. Is dat geld dan? Geld, ja. Ik weet niet, als het bij ons. Stel je voor dat iemand ons zou kopen. En dan moet je een verhaal gaan vertellen over iets wat je niet mee eens bent. Dat zie je toch, daar prik je toch zo doorheen. De reclames, daar prikken mensen toch doorheen.
Ik kan het niet, ik weet het niet, want ik ben nog niet benaderd. Ik weet het niet hoe ik dan zou reageren. Ik denk dat ik gauw klaar ben. Nou, we zijn wel benaderd. We zijn wel benaderd. We hebben een filmpje gemaakt, een reclamefilmpje. Okay. En daar stond je achter. Dat vond je leuk. Ja, dat natuurlijk. Okay. Nee, maar dat is een reclamefilmpje dat we gedaan hebben voor Griekenland. Daar stonden we achter. Jij was er geweest, je vond het een leuke plaats. Ja. En daar hebben we iets leuks voor gedaan. Ja. Nee, maar toch even over de ik zit het er gelijk te visualiseren. We worden door de commerciële of door weet ik veel iemand. En die zeggen, nou, dan moet je over dat onderwerp moet je maar gaan praten. Dat is één keer leuk. En twee keer leuk. Ik weet het niet. Ik was heel enthousiast. Ik weet het echt niet. Nou, weet je wat het is? Ik denk dat we dat een keer moeten gewoon doen. Gewoon als iemand komt om voor een product of een onderwerp om erover te praten. Nou, ik vind het prima. Dan gaan we dat doen. En dan gaan we kijken, achteraf kijken wat het is. Denk je dat? Ja, ik denk dat juist die ervaring... Je kan van tevoren zeggen van, ik ben het er mee eens, ik doe het niet. En meestal als je dan geweest bent, dan zeg je van, nee, het was niks. Dat doen wij natuurlijk ook met die podcast. Soms maken we opnames dat we denken, nou ja, we maken hem. En is het dan net niet. Want de opnames hiervoor vandaag... Ja, maar wij leggen ook tegenwoordig ook wel die lat op. Ja, maar de opnames hiervoor vonden we zelf eigenlijk niet zo leuk. Maar als ik straks aan de snijtafel dan knip en plak, dan is het toch weer best wel weer leuk om te zien. Maar zelf leggen we de lat al steeds hoger. Ik denk als we naar de opnames gaan kijken die we pas gemaakt hebben. We hebben pas weer wat radio's interviews gehad erover. Nou, de eerste opnames deden we met een telefoon. En we dachten dat we het op de microfoon hadden en dat was het niet. En als we dat nu zouden hebben, nu nemen we al opnames waar het verkeerd is gegaan, die zenden we niet meer uit. Nee, omdat we het niet goed, het gewoon ontbakken vinden. Nee, niet goed genoeg vinden. Dus moet je nagaan tot zelfs wij. Dus wat ik ook heel vaak zeg, dit is een proces wat we aan het doen zijn. Ja, maar we zijn al een jaar bezig. Hè? Ja, maar dat is, ik denk, volgend jaar zouden deze opname ook alweer niet goed vinden. Zou het? Ja. Zo snel gaat dat. Wij maken nog steeds hele grote stappen. Ja, jij bent er helemaal vast van overtuigd ook, ja, hè? Ja, ja. Dan moet ik toch weer denken aan een oud-leraar van school, meneer De Bruin. Arie De Bruin heette die. Ik zal eens kijken of die... Volgens mij is die... Heb ik nog wel eens ergens op Facebook heb hem gezien. En die zei tegen mij, studeren is tijd besteden aan. En wij ook. Ja. En podcasten is tijd besteden aan. Je kan wel denken dat je iets wil gaan doen. Maar denken, daar heb je niks mee. Je moet het gewoon doen. En door het doen, leer je weer. Dan krijg je ervaring. Een sporter, iemand die de Tour de Max Verstappen. Ja, die is ook begonnen met... die is ook begonnen. Die rijdt heel goed. Zijn vader was heel goed. Maar die maakt ook meters. En die maakt heel veel meters. Ja, goed. Ook een beetje geluk en een beetje gunfactor heb je. Ook, hè. Maar gunfactor. Maar het moet je ook gegund worden. Want weet je, kijk, even terug naar ons. Wij maken podcasten. Ja. Hoeveel mensen maken podcasten? Dit is vodcast. Ja, wij maken podcast 2.0 met beeld. Nou, oké. Weet je hoeveel gebombardeerd wordt op het web? Weet je hoeveel mensen dit doen, Jack? Ja, maar weet je hoeveel mensen dit al 100 podcasten hebben? Bij 100 podcasten al, ja. Ja, ik zat op 107 of zo. Maar wij zitten ruim 100 podcasten in een jaar. Dus 2 per week. Ja. Nou, als je er zo... Ik heb er niet eens zo op. Dat zit ik helemaal niet over na te denken. Wij maken 2 podcasten per week. En wel eens meer ook. Ja, maar dan kunnen we af en toe ook wel eens wat in de rust doen. Want af en toe zit het... hebben we af en toe ook wel eens een minpuntje. Dan zitten we ook even erdoor. Je hebt het gewoon af en toe hebben. Dan ben ik het af en toe zat. En dan een paar dagen doe ik het niet meer. En dan vind ik het toch weer leuk om te doen. Ja, dan mis je het, hè? Ja, dat klinkt heel raar. Dan mis je het, ja. Maar natuur... Even... Weet je trouwens over dat gras... Dat schijnt heel bijzonder gras te zijn. Ik zou de grond niet weten. Ja, dat is gras, daar groeit niks tussen. Alleen maar gras. Oké. Dat is meneer Lubach had het mij verteld. Hé, zullen we weer verder gaan? Weet je waar ik trek in heb? Ja?
koffie. Ik denk even trekking koffie. Ja. Geen Red Bull deze keer. We gaan even een koffieautomaat zoeken ergens. Hier in de pomp. Nou, zou dat niet erg? Automaat. Ik heb toch wel liever gewoon normaal. Ja, zo een of andere Shell pomp. We kijken wel even. We zijn op doorreis, mensen. We zijn op on the road. We zijn on the road in Voorne Putten. Ja, dit is ook weer nieuw. We willen een soort roadtrip doen. We gaan eens even kijken. Dus we zijn nu ter hoogte van Rokanje en we gaan vrolijk verder. Ja, op zoek kijken. Op zoek naar koffie. En kijken wat we tegenkomen. Jack, bedankt. Oké. We moeten vaker naar Voorne Putten.